Camille Eurlings, ons IOC-lid uit een Limburgs CDA-nest, sloeg in 2015 zijn toenmalige vriendin in elkaar. Hij bleef daarna gewoon aan als IOC-lid. Eerst was er een lang zwijgen. Daarna vorige week, na 2,5 jaar, een lang aandringen, opeens een verklaring van zijn jurist Geert-Jan Knoops, die even vergat dat de publieke opinie iets anders is dan een rechtszaal en die er gewoon een simpele mishandeling van wilde maken. En als klap op de vuurpijl, we bedanken zijn communicatiestratege Jan Driessen voor dit briljante idee, een interview van Camille in NRC, afgenomen vanaf de canapé in het ouderlijk huis, waarin hij naar eigen zeggen vabank in de spiegel kijkt en dan constateert dat hij zichzelf nog steeds kan aankijken. Hij was niet trots op bepaalde gebeurtenissen in zijn privéleven, maar kon wel verder met zichzelf. De bedoeling was of wij dat, alsjeblieft, ook konden. De mishandeling werd nu een wederzijds handgemeen waarop hij niet trots was. De uitdrukking wrijven in de vlek kreeg met dit gesprek een nieuwe dimensie. Bij alles wat team Camille Eurlings doet om zichzelf te rechtvaardigen, wordt het alleen maar erger. Zelf genoot ik in het bijzonder van de passages waarin Camille uitlegt dat wij zonder Camille helemaal geen IOC-lid meer zouden hebben en dat dat erg zou zijn. Laat dat even indalen. Het is of Camille of helemaal niets. En dus blijft hij nog maar even zitten. Niet voor zichzelf, maar voor ons. Omdat iets beter is dan niets. En ook omdat hij zelf denkt dat hij nog heel veel voor de Nederlandse sport kan gaan betekenen. Voor de liefhebbers van het menselijk tekort is het schitterend dat Camille maar blijft kleven aan het plus. Dat hij denkt dat hij de regie nog in eigen hand heeft. En dat hij en zijn team erin blijven geloven dat ze de beeldvorming nog een onverwachte draai kunnen geven. Zien we hem straks in een oranje jack op de winterspelen in Zuid-Korea, is inmiddels de grote vraag. De laatste berichten zijn dat hij nog steeds doorgaat. Hij stelt het onafwendbare nog even uit. Camille is een beetje als dik advocaat die zichzelf aan ons probeerde wijs te maken dat we wel maar even met 7-0 van Zweden gingen winnen. Ons Camille, hij ligt op de grond. Iedereen trapt op hem in, maar hij gaat gewoon door. Als een topsporter, strijdend tegen de beeldvorming vanaf de bank in het ouderlijk huis. De enige plek waar ze nog wel in hem geloven.